Hi, vandaag gaan we eitjes maken. Vindt papa ook altijd heel lekker. En dat zijn een beetje pittige eitjes en dan kan je overal bij doen. Gewoon lekker bij je sla of ook een beetje rijst koken. Rijst heb je toch altijd wel een beetje wel in huis, toch? Ik zal het lijstje even maken, dan zal je het zo zien. Doe maar 4 eieren, dan kan je gelijk misschien een eitje voor op de boterham koken. Je hebt een rode ui nodig, 2 knoflookteentjes en 1 rode peper, weet je wel, zo'n grote. Dan je potjes heb je van die kruiden nodig, Laos, niet zo heel veel. De zonnebloemolie, die heb je vast ook al staan. Sambal oelek, koop maar zo'n klein potje. Je hebt ook niet zo heel veel nodig daarvan. Palmsuiker, Indisch limoenblad. Daar moet je even voor naar de toko. Maar als je dat eenmaal hebt gekocht, joh, dan kan je daar heel vaak iets lekkers van maken. Dus hup, op de fiets, onder de Maastunnel door en naar de toko. En dan heb je ook nog een tomaat nodig en 50 milliliter kokosmelk. Ik had er eerst 2 staan, want het is eigenlijk voor 8 eieren. Maar ik heb gewoon het receptje door de midden gehakt. Nou, meid. Even lekker alles kopen en dan komen we zo weer bij elkaar terug. Doei doei. Zo, eerst even de eitjes koken, joh. 4 eieren. Even voorzichtig, dat ze niet klappen. Kan er nog meer eitjes bij? Ja, doe wel 5 eieren. Want dat is ook zonde van het koken. Ja. En het water. Net niet onder. En dan doe ik er een deksel op. Laat ik het koken. En als het kookt, dan zet ik het gas uit. En als je dan 6 minuten later de eitjes weer onder het koude water doet, dan zijn ze goed. Oké, een uitje. Ik heb hier al de spulletjes klaar liggen die ik heb gehaald. En dan ga ik eerst een ui snijden. De kontjes eraf. Bellen. Een rode ui is ook weer net iets anders dan een witte ui. Maar als je die niet kan vinden, joh, dan pak je maar gewoon een witte ui. Dat maakt het ook niet uit. Maar het heeft weer net een iets ander smaakje. Zo, de plankjes schoon. Door de midden snijden. Dan heb je hier het kontje. En hier een kontje. Die draai je even zo en dan ga je gleufjes erin snijden. Lekker klein. Zo, en deze neem je dan tot het einde. En dan hou ik hem hier vast. En als ik hem dan zo snij, kijk, dan heb je allemaal blokjes. Oké. Daar zijn ze lekker aan het pruttelen. Eieren koken. Doe de deksel op de pan. Gas uit. En dan moeten we 6 minuten wachten voordat het klaar is. 6 minuutjes. Even timen. Probeer het uitje zo klein mogelijk te snijden. Want eigenlijk moet hij in een soort blendertje. Dat laatste stukje is ook altijd heel vervelend. Want het moet een soort pureetje worden. Die gooi ik weg. Maar ja, die heb ik niet in huis. Dan 3 teentjes knoflook. Maar volgens mij zitten er hier al 3 in. Even opensnijden. Oh, dat is wel een hele grote. In plaats van 3. Oh, kijk. Kan je ook wel wat minder doen. Een hele grote knoflookbit. Nou, pel de knoflook. Zie je? Kijk, tada. Het zijn eigenlijk al 3. 3 in 1. En ze zeggen wel eens, als je het middenstukje eruit haalt, dat je dan niet zo naar de knoflook stinkt. Nou, dan hopen we dan maar op. Kijk, hier is het harde stukje. Snij je open.
Dan zit er iets van een worteltje in. Die haal ik er altijd uit. Daar een stukje. Zo. Die ook. Dit is ook verstopt. Dan zit je ook zo'n knoflook niet zo na te boeren als je dat ding eruit hebt gehaald. Het scheelt echt heel erg. Heel erg. Oké, nou. Huppakee. Die ook nog even uit. Ja. Nou, eigenlijk snij je zo'n knoflookje net als een ui. Je houdt hem gewoon vast. Eerst in repen. Ik hou hem met twee handen vast zo. Niet helemaal tot het einde, want anders verschuift hij. En dan in kleine. Je kan ook nog een keertje zo snijden, dwars door midden. Dan zijn je blokjes nog kleiner. Zo. En dat doe je bij alle knoflookjes. Zo klein mogelijk. Het mag allemaal bij elkaar. Want het gaat straks bij elkaar in de pan. Oké. Dit is de knoflook. Die hebben we niet meer nodig. Want één pit was eigenlijk drie pitten. Dat was erg veel. En dan nog de peper erbij. Nou, als je denkt van ik hoef het niet zo heel pittig, dan doe je maar een half pepertje. Snij hem eens door midden. En dan de andere kant. Nou, dan heb je al die pitjes. Die zijn de pittigste. Die mogen een klein beetje eruit. Niet alles eruit doen. Dat is allemaal zonde. Je wilt toch pittig hebben, dus dan kan je hem pittig krijgen. Zo, klaar. En die snij je ook weer zo klein mogelijk. Wat ook handig is, eventjes hierbij. Pak een schaar. En knip de peper. Het velletje is vaak een beetje taai, dus dat is lastig snijden. Nou, hier wil ik nog een kleinere stukje van maken. Het is net haar knippen, joh. Hoppla. Nou, ik hou wel van pittig, papa en Camille ook, dus even mijn handen wassen. Ja? Nou, de eitjes zijn 6 minuten later, die zullen goed zijn. Ik gooi het hete water weg. Koud water erbij.
even laten schikken, noemen ze dat. Dan komt het lekker snel af. Zodat je daar kan makkelijk op hebben. Gewoon in het koude water staan. En nou gaan we de ui, knoflook en peper even aanbakken. Zet het lekker op hoog vuur. Zonnebloemolie. Scheut erin. Laat ons al klaarstaan. Sambal, 2 lepel. Goed. Doe erin, alles van je af. Dingetje eruit halen. Een lepeltje Laos. Laos. Mag meebakken. Nou, dat werkt nog niet. Moet je ongeveer, denk ik, een minuutje op 2 eventjes een beetje roeren. Ja. Ook nog een 2 lepeltje sambal bij. Om het nog lekker pittiger te maken. En de suiker, de vloeibare palmsuikersiroop. Oeh, ongeveer een eetlepel. Nou moet je gaan oppassen dat het niet gaat verbranden. Er zit suiker in, de suiker wordt heel snel donker. Dus het vuur wat zacht te zetten. Factuurtje. Moet ook nog die dried lime leaves. Lime leaves. Kan je ook gewoon bij de toko halen, joh. Ja, ik vind dat wel heel lekker. Oké. En tomatenblokjes. Van de wijn. En ik heb ondertussen de eitjes gepeld. Hier erbij. En een kopje water. En dan krijg je een beetje sausje. Ik heb het vuurtje dus nu heel zacht staan.
dit laat je ongeveer 5 minuutjes zo eventjes lekker staan. Dan gooi ik er nog wat kokosmelk bij en is het eigenlijk gewoon al klaar. En dan heb je best een lekker hapje voor bij rijst of bij een boterhammetje. Nou kijk, heel af en toe heb ik eventjes een beetje erin geroerd. De eitjes een beetje bedekt met de saus wordt het eigenlijk al. Hè. Er zit nog een beetje water wat je ziet. De tomaatjes zijn een beetje zacht geworden. Nou kan de kokosmelk erbij. Ik had gezegd 50 milliliter, maar dat is een kwart van dit. Ik denk dat wij het alle twee wel lekkerder vinden om wat meer. Nou, moet je maar even kijken. Als je het zo een beetje zachtjes hoort. En dan mag het eigenlijk niet meer koken, want dan gaat je kokosmelk een beetje raar doen. Maar kan niet zo goed eten hoor, maakt niet uit eigenlijk. Even opwarmen, een klein beetje roeren. Zeg van nou, ik vind dat iets te veel saus, dan doe je wat minder kokosmelk erbij. Dus dan heb je meteen al een sausje voor bij je rijst. Dan kan je wat komkommetjes erbij doen. Ik zal het eventjes hier in doen. Een beetje saus erbij. Kan natuurlijk ook meenemen naar je werk. Dat is genoeg voor twee maaltijden. Een beetje saus. Ik zal het even laten zien. Ik zet dit eventjes aan de kant. Hoppakee. Snijd het eitje door midden. Kijk, dan heb je toch. Best snel. Een lekker gerechtje. Eet smakelijk, meisje.